Goedemiddag, we zijn hier bij het Risk and Compliance Jaarcongres over de poortwacht. Ik sta hier met de Sosja Zuidema, senior beleidsadviseur van het ministerie van Justitie. Welkom. Dank je wel. En uh, juist heb jij een lezing gehouden over uh, de poortwachten en wat het ministerie van Justitie en Veiligheid op dat gebied uh, doet. Kun jij even kort aangeven wat zijn de belangrijkste punten voor het ministerie om hier aan te doen? Nou, ik heb in mijn verhaal proberen te vertellen dat we naar de poortwachtersfunctie kijken vanuit een meer uh, helikopterview. Vanuit het idee dat de poortwachtersfunctie bijdraagt aan het terugdringen van criminele geldstromen in Nederland. En die aanpak maakt weer onderdeel uit van een nog grotere aanpak waarmee we proberen georganiseerde ondermijnende criminaliteit terug te dringen in Nederland. Maar het is wel heel belangrijk. Hè. Het een kan niet zonder het ander. Ik heb ook veel aandacht gegeven aan het voorkomen... Van criminaliteit naast het bestrijden ervan. Uh, maar zo kijken wij aan tegen de functie van de poortwachter. Ja, want jij presenteert ook een vier-stappen-plan om het aan te pakken. Wat zijn, wat zijn die vier stappen? Nou, de eerste stap in de aanpak van georganiseerde criminaliteit is het voorkomen ervan. Dan moet je echt denken aan het voorkomen dat jonge kinderen de criminaliteit ingaan en als ze het toch doen, hoe je dat snel weer uh, de, een halt toe kan roepen. Maar ook drugspreventie maakt er onderdeel vanuit. De tweede stap is de stap uh, van het verstoren van het criminele verdienmodel. Daar valt de aanpak van criminele geldstromen onder, uh, maar ook uh, de mainpoort, uh, logistieke knooppunten. Het derde actiepunt is echt bestraffen en dan niet alleen uh, bekeken vanuit justitie, maar ook vanuit toezichthouders. En Zelfs helemaal aan het eind van uh, de keten. Dus gevangeniswezen, reclassering, uh, dat soort zaken. En de vierde ook helaas noodzakelijke stap is het bewaken. Dus mensen die in de frontlinie staan, dat die zich ook gesterkt voelen daar waar nuttig. Uh, met de hand van de overheid om uh, nou, daar wat meer aan te doen. Ja, het stelsel, het systeem dat ervoor zorgt dat we veilig zijn met elkaar. Hè? Ja, dan kom ik eigenlijk weer bij het laatste punt. Hè, over dat die veiligheid. Want je gaf aan als doelstelling is eigenlijk jullie werken voor een veiliger Nederland. Hè? En je gaf aan nou, daar willen we aan werken. Kun je iets vertellen over de doelstelling? Wanneer zijn jullie nou succesvol met het plan van aanpak? Ik denk als we, dat we succesvol zijn als we op die vier actielijnen die ik net noemde, allemaal resultaat boeken. Je kan niet zeggen bij het één boeken wat resultaat en dat kan dan afbroken. Nee, op alle uh, vierde flanken uh, is het belangrijk dat we resultaat boeken. Uh, en dat betekent dus voorkomen dat er minder jongeren de criminaliteit ingaan. Dat die verdienmodellen echt steviger worden aangepakt, zodat het minder loont om überhaupt de criminaliteit in te gaan. Dat dat bestraffen in de hele keten uh, een betere plek gaat krijgen. En dat mensen die echt die bewaking nodig hebben, die sneller en beter weten te vinden. Het is een complex groot geheel, maar belangrijk is samen de schouders eronder, duidelijk stappenplan en actie. Zo is het. Altijd actie. Dankjewel. Ja, graag gedaan.